Jarenlang wilde ik geen kinderen krijgen. Ik had mezelf ervan overtuigd dat ik niet gemaakt was voor het moederschap. Dat het enerzijds mijn kunstenaarschap in de weg zou komen te staan, maar evengoed dat ik onverwerkte trauma's van vorige generaties door zou geven aan mijn eigen dochter, aan mijn eigen kind. De relatie met mijn moeder was sinds mijn adolescentie een van constante wrijving. Er was een onvermogen om elkaar echt te begrijpen, alsof wij uit twee verschillende werelden kwamen. Het leek erop dat dat patroon een herhaling was van de relatie die zij met haar moeder had. Maar als kind van eerste generatie migranten stond de moeizame relatie met mijn moeder ook symbool voor de getroubleerde relatie die ik had met mijn stiefmoederland, België. Toen ik eenmaal moeder werd van een dochter, besefte ik dat ik de ambivalente relatie met mijn stiefmoederland en die met mijn moeder onder de loep moest nemen, zodat ik mijn kind de kans kon geven om op eerlijke voet haar relatie met dit land en met haar familie aan te gaan. Om mijn complexe rol als nieuwe moeder, als maker, als persoon van kleur, als iemand met een migratieachtergrond in deze samenleving te leren begrijpen en te omarmen, moest ik op zoek gaan naar de kern van het probleem. Hoe kwam het dat ik na al die jaren mijzelf nog steeds niet helemaal thuis voelde? Human.